Jij hebt wel eens meegemaakt dat iemand jokt over zijn of haar afkomst? Ik namelijk vaak genoeg. En ik denk iedereen wel eigenlijk. Waarom zou je jokken over je afkomst? En de een maakt het nog gekker dan de ander. Ik, ja man, ik ben gewoon half Surinaams, half Nederlands en nog kwart Braziliaans, snap je? Dus dat is mijn mix. Ja, maar dat kan niet. Het moet 100% worden. 100% is het geheel. 100% is alles wat iemand kan zijn. 100%. En jouw ding is nu gewoon 125%. Dat kan niet. Ja, maar dan wat? Snap je? Maar dat maakt mij zo speciaal. Ik ben meer dan 100%. Daarom zeiden de dokters al bij geboorte van, hey, ik ben echt speciaal en zo. Vat je? Ik ben meer. Ik ben meer. Vat je? Je vat het niet, man. Sukkel. Kom je zeggen dat ik lieg? Hey, als je jokt, jok dan goed! Lijk ik op een debiel of zo? Ik bedoel maar van, je gaat gewoon even tegen mij lopen en zeggen: ik ben half dit, plus nog een kwart dan. Nee, je bent een half onzin, half leugen en kwart. Nee, oh nee, dat kan niet, want het is 100%. Sukkel, 100%! 125%? Wat ging hier om? En ik vraag me af wat sommige mensen denken. Wat ze denken bij hun leugens. Hoe komen ze op bepaalde dingen gewoon? Volgens mij kiezen sommige mensen gewoon welke landen ze leuk vinden of zo. Of sommige jongens denken van, Brazilië is een goed land. Want ik speel altijd met Brazilië bij FIFA. Dus ik ben gewoon Braziliaans. Wat denken ze? Ik was laatst aan Marokko op vakantie met mijn ouders. We bleven daar 3 weken. Dus nu heb ik ook zeg maar, wat Marokkaans in mij. Dus ik ben half Marokkaans. En voor de rest eet ik heel veel pizza. En pizza is uit Frankrijk, dus dan ben ik ook half Frans. Dus ik ben gewoon half Marokkaans en half Frans nu. Pizza is komt uit Italië. Oh ja, ja echt? Pizza is oorspronkelijk uit Italië. Oh, dan ben ik half Marokkaans en half Italiaans. Ja, dan ben ik dat. Ik heb hier zo genoeg van. Er was ook een tijd, ik weet niet of dat nu nog steeds zo is, dat Nederlandse mensen, volledig Nederlandse mensen, zeiden dat ze Spaans waren. Nee, ik ben niet Nederlands. Ik ben niet Nederlands, ik ben Spaans. Ja, echt waar? Ja, echt? Oké. Ik zag je ouders laatst en ze zagen er hartstikke Nederlands uit, maar oké. Ken je een paar Spaanse woorden? Kan je een beetje Spaans? Ik kan niet zo veel hoor, maar ik ken wel een paar woorden. Barcelona. En Real Madrid, ja, die ken ik wel. Die woorden, ja, Spaanse woorden. En dan heb je ook nog van die mensen die van alles zijn. Hele verhalen en kleine procentjes zijn ze. Door dat zijn ze, bla bla bla. Oh my lord. Ja, kijk, ik wil het niet moeilijk maken, maar kijk. Zeg maar, mijn opa was uit Indonesië gekomen. Maar zijn familie was nog daar. Dus door dat ben ik, zeg maar, 1/64ste nog Indonesisch. Maar hij ging toen zomaar naar Roemenië. Dus toen hij in Roemenië was, had hij ook een familie en zo. Dus door dat ben ik weer 1/32ste Roemenisch. Maar je weet toch, ik ga het niet moeilijk maken, ik ben gewoon Nederlands. Jongen, bespaar me je verhaal. Had het vanaf het begin gewoon simpel gehouden en zei, ja, ik ben geheel Nederlands. Wat nou 1/64ste? Je kan het niet eens uitspreken. 1/32ste, kan je dat schrijven? Kom op, laten we het houden op. Ik ben helemaal, ik ben half, ik ben kwart. De helft van een kwart, 1/16, dat kan ik nog redelijk begrijpen. Maar daaronder is echt een no-no. Dan heb je ook nog mensen die zo graag van een bepaalde afkomst willen zijn, dat ze het proberen te imiteren. Ja man, doe iets zelf man. Ik ben gewoon Surinaams. Douchie, douchie, douchie. Surinaams man ben ik gewoon. Yo, ten eerste is dat het verkeerde accent. En douche is ook Antilliaans, papi mens. En ik zag je ouders net en die zijn blank. En gewoon Nederlands volgens mij. Dus. Oh, serieus? Je zag mijn ouders net en dat was ook nog eens het verkeerde accent? Oké, nou, laten we dit onder ons houden, oké? Oké? Mensjes, laten we gewoon lekker trots zijn op onze eigen afkomsten. En gewoon lekker de waarheid zeggen. En er niks moeilijks van maken. Is dat zo moeilijk? Laat in de reactie weten of jij ook zoiets ooit hebt meegemaakt. En wat jouw afkomst is. Dit weekend is het trouwens Jantje bij de Handje weekend. Dus morgen en overmorgen om 6 uur. Jantje bij de Handje filmpjes. Hey! Oké, voor de rest wil ik zeggen. Geef dit filmpje natuurlijk een duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. Abonneerlink staat ook in de beschrijving. Om geheel up-to-date te blijven van alles. Deel dit filmpje. Like dit filmpje.
En niet meer over je afkomst jokken, hè jongens? Hè? Niet meer doen, hè? Texen!